Nou, wat er net gebeurt, echt. Goedemorgen, het is donderdag en één na laatste dag van school voor de vakantie. Zo wat afstellen. We zijn klaar om naar school te gaan. Top aan Friends Connection. Vergeet gewoon deze hele ochtend waar mijn van is. En schoenen van Edith. Ah, hij mop. En dan gaan we snel nu naar de auto en naar school. Ik heb boodschappen gedaan, Sarah naar school gebracht, al die dingen. Ik ben zo moe. Ik weet echt niet waarom. Dus. Ik denk dat ik nu even ga slapen. Ik slaap ook echt slecht. Maar ik heb op zich niet heel weinig geslapen vannacht. Ik ben gewoon echt toe aan de vakantie. Maar goed, ik denk dat ik nu even ga slapen. En dan ze uit school haal. En hopelijk dat ik dan even meer energie heb. En dat ik dan nog wat kan doen, want ik kon gewoon niet vooruit. Het half uurtje was wel lekker, niet voldoende, maar wel, ik voel me wel iets beter. Net had ik echt het gevoel dat ik mijn ogen niet kon openhouden. Maar ik moet naar school nu. Ik vind het wel lekker. Het is altijd fijn om ze even op te halen. Dus dat ga ik doen. We hebben geluncht en alles en we zijn nu aan het opruimen. Sarah is zelf de kamer aan het opruimen. Die wil je morgen aan, hè? Dat wist ik. Dat had je verteld. Veel dag en die slippertjes. Ja, nou geweldig. Ik ben het leukste. Ze is heel de schoentjes aan het reorganiseren. Ik heb deze twee voor jou, deze meiden. Dankjewel. Nou, daar ben ik heel gelukkig mee. Die meiden helpen jou. En die meiden zijn echt top. Die echt kunnen vliegen. Wauw, nou, gelukkig dat ik die heb. En ik ben de badkamer aan het doen. En Sarah een beetje aan het begeleiden met de kamer aan het opruimen. Niet mijn hobby, maar goed. We hebben het wel gezellig, hè? En dat was niet. Je bent elke keer afgeleid. Dan denk je, nou, gezellig. Rustig middagje samen, wordt Sarah opgehaald. Dus die is nu bij Mila aan het spelen. En ik ben alleen, ze wordt weer teruggebracht. En ik mag toch zo gaan koken, maar toch. In ieder geval, ik heb nog even. Ik moet er echt nog steeds aan wennen dat je kind al gewoon de eigen leven krijgt. Ik vind dat zo raar af en toe. Nou, wat er net gebeurt, echt. We zitten tv te kijken en Mark was de hele tijd een mug die op zijn neus wilde landen. Echt super irritant. Dus even later voel ik diezelfde mug mijn neus landen. Dat we echt zoiets hadden. Nou, dus het is een mug met een neusfetisch, maar goed. En even later, ik voel iets kriebelen en ik doe plattig zo die mug onder mijn vinger op mijn voorhoofd. Echt, oh, ik vind het zo vies. Allemaal helemaal gewassen, maar serieus, muggen? Ik heb er wel zeker aan, maar ik vind het zo vies. Echt irritant. Ik had die mug dus gelijk toen ik het voelde, maar gewoon toch prikt. Echt zo stom. En op de een of andere manier, ik smeer het in op mijn voorhoofd, maar het blijft gewoon jeuken. Haat aan muggen. Alle muggen. Tijd om te gaan slapen. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En natuurlijk een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei!